Parkeren op de luchthaven en bij terugkomst start je auto niet. In zo'n geval biedt de Wegenwacht op Schiphol uitkomst. Alleen al op de luchthaven helpt de ANWB Wegenwacht elk jaar zo'n 8000 pechgevallen. Schiphol TV loopt een ochtendje mee. Dat is werk. Heel veel problemen met accu's. Wat ook vrij vaak gebeurt is dat de remmen vastzitten van auto's. We hebben een poosje stilgestaan. We gaan nu onderweg naar een auto. Die heeft zich gemeld met accuproblemen. En dan gaan we even kijken. Goedemiddag. Hallo. Wat problemen? Dat doet inderdaad niks meer. Heeft hij lang stilgestaan? Ik ben op vakantie geweest. U bent op vakantie geweest? Oké. Okay. Nou, dan zal ik de accu even voor u opmeten. Zo. Dus even kijken wat hij doet. Uw accu is kapot. Ik zou er een nieuwe voor u in kunnen zetten. Een nieuwe accu. Dan bent u in één keer van alle problemen af. Zal ik even voor u kijken wat die kost. Deze accu zou €145 kosten. Ja? Goeie reis. Succes en het beste ermee, hè? Oké, doeg! Sinds deze maand rijdt de Wegenwacht op Schiphol elektrisch. Het is de eerste standplaats in Nederland waar de ANWB ervaring wil opdoen met elektrisch rijden in de dagelijkse operatie. Het is heel erg wennen. Het is stil zoals dat je hoort. Er is helemaal geen geluid. Alles wat je doet gebruikt stroom. En daar moet je mee oppassen. Je moet zuinig met je elektriciteit zijn, want je hebt 100% als je 's morgens begint. En de halve dag zit er nu op en ik heb nog 44%. Zo, het is einde van de dag. We gaan hem onder lading zetten. En hier de stekker erin. 8 uur laden. En dan kunnen we weer een volgende dienst draaien. Kijk voor meer informatie over de Wegenwachtservice op anwb.nl/wegenwacht.